Hoi allemaal, wij zijn de familie Groen, ook al de Groentjes. Welkom in deze nieuwe vlog. Het is maandag. En deze is een boef. Jee, je bent een boef. Gisteravond hebben we zo'n lol gehad met Myrthe. Dat was echt hilarisch. Ik zal nu even een filmpje laten zien. Ja. Een willig spelletje. Nog een keer met? Ik schud haar dus zo in de weer. Zodra ze geluid maakt. Zo, even rusten, Myrt. Lekker zien. En we hebben bezoek. Hallo. Yay, kijk, Sus is er en Rafi is er. En Rafi. En wij hebben een hele belangrijke taak die we nu even... Ja, Myrthe, ga je ons uitlachen. Want wij moeten even iets uittesten. Ja, hij is inmiddels wel te koop, zag ik. Ja. Nou, toen wij hem kregen was hij nog niet te koop, maar we gaan hem uitproberen. En je ziet zo meteen wel wat het is. En ik denk dat jullie, als jullie inmiddels ons een beetje kennen, wel kunnen raden wat het is. Dat denk ik wel, Dus we gaan even de spullen pakken. Hé, Myrthe? Mag jij weer lekker rijden? Goedemorgen. Woensdagochtend met Myrthe. Zo'n lekker grietje is dit, jongens. Ik heb gisteren helemaal niet... Ik denk dat mijn bril op is. Ik heb gisteren helemaal niet meer gefilmd. Ik merk dat ik hier wat toe ben aan vakantie. En dat dus vooral. Ik ben moe. En een beetje druk gehad natuurlijk afgelopen tijd. Dus vandaar. Hey, Myrthe? Ja. Misschien ook vandaag nog iets film. Morgen. En dan komt deze vlog zaterdag online. Ik ben al druk bezig met een nieuwe vlog. Die komt dan vandaag online. Myrthe? Yeah. Ja, zo'n lievertje. Ze stak alleen weer net de middelvinger op. Zo van, bekijk het maar even, mam. Ik heb geen zin om te gaan. Boefje. Maar ja, ze moet toch echt straks naar de dagbesteding. De taxi kan elk moment komen. Gaan ze kijken of die niet misschien al er is. Dat zou zomaar kunnen. Nee, die is er nog niet. Matthijs is vandaag ook naar het werk. Nee, Myrthe, we gaan niet spastisch doen. Ik heb gisteren mijn nagels gedaan. Mooi herfstig kleurtje. Kijk. Ja, ik weet niet of je het goed kan zien. Maar ik vind ze even leuk geworden. En ik heb een deel van mijn gezicht laten harsen. Deze kant nog niet. Dan moet ik nog even terugkomen. Maar die haren waren net even een beetje te kort. Oeh, Myrthe. Even jou uit de spasme halen. Ja. Even uit de spasme. Ja. Ja, hè? Even hoesten. Een beetje misselijk. Ja? Dat is niet handig, hè? Dat is niet handig. Nou, Myrthe verslikte zich net ook eventjes. Gelukkig niks ergs. Gaat allemaal goed, ging net op tijd. Dus dat is een beetje hoe de dag gaat. Vandaag komt Sherine. Goed zo. Goed zo, dat is goed hoesten. Keurig. Ja. Je bent er blij mee zo goed hoesten, hè? Ja. Heel goed hoor. Trots op jou, meisje. Ja. En ik wil jullie even mijn bus nog laten zien voor de taxi er echt is. Kijk hoe tof is die. En de deur. Kijk, hier zit een geheim knopje.
die kan dus ook gewoon open. Ja, ik kan nu even niet doen. Ik heb twee handen nodig. Ik kan de deur open. Hier deze kan open. Nou ja, dat kan ik weer later even laten zien. Dit tafeltje kan je dus zo opklappen. Het bed kan je dus zo uitklappen. De achterkant kan je open. En dicht doen. Ja, ik ben helemaal blij mee. Ja, ben je vrolijk? Laten we kijken of de taxi er is. Wat is er? Ben je een boef vandaag? Hier heb je een boefie. Lekker wijf. Je klinkt wel weer een beetje benauwd, hè? Hey, ik hoor de remmen. Ik denk dat de taxi er is. Ik denk dat de taxi er is. Gaan we kijken? Zeg maar, dag allemaal. Dag. Goed, zelf zwaaien. Dag. Zo, het is alweer vrijdagmiddag. Miet is net terug, hè? Miet is net terug. Van de dagbesteding. Was het leuk, vrouw? Was het leuk? Heb je een beetje last van je oogjes? Beetje veel prikkels, hè? Nu zo lekker even in een box liggen dan. Ik denk het wel. Miet is een klein beetje benauwd, zoals je hoort. Ja, maar ze gaat straks even lekker in de box liggen. En ik heb heel veel opgeruimd. Ik ben nu helemaal kapot. Maar ik heb echt veel opgeruimd. Dit is een plek wat ik heel lang niet eigenlijk durf te laten zien aan jullie. Want dat is echt één grote puinhoop. En dat was mijn werkplek. Mijn werkkamer. En die heb ik vandaag helemaal met mijn zus. Dankjewel, lieve Eva. Dat je me even hierbij geholpen hebt. Helemaal opgeruimd. Helemaal uitgemest. Ruimte gecreëerd. Daar zijn al 3 vuilniszakken. Heel veel karton. En nu meer te snel erin leggen. En dan zal ik je binnenkort even laten zien hoe mijn kamer nu eruit ziet. Eerst met in de box. Zo, het is dinsdagmiddag. Lekkere rommelige dagen allemaal met vlog en alles. Maar we zullen binnenkort wel even uitleggen hoe dat zit. Maar we zijn even lekker een wandeling aan het maken. Even naar het tuincentrum, Mietje. Hey, zullen we dat even doen? Even kijken of het lukt. Even een stukje wandelen. Ja? Lekker hè. Misschien nog een fotootje maken. We gaan even kijken, hè. Zo, Miertje. Gaan we eens even kijken of we misschien iets leuks zien. Die is zo grappig, hè. Die cactusjes. Dat is zoiets voor ons. Dan gaan we een cactusje uitzoeken. Even een vet plantje. Hè? Eigenlijk iets herfstigs, hè. Ja. Eigenlijk moeten we even iets naar herfstigs kijken. Zullen we dit maar niet voelen? He? Gaan we niet voelen. Zullen we iets met een kleurtje doen, Mert? Cactusjes met kleurtjes. Hé. Hey. Wat doe jij? Wat doe jij? Wil je niet samen met mama kijken dan? Wil je niet met mama kijken? Hey, niet meer met me kijken. Boef. Nou, nog even op de valreep. Een beetje een soort vlogje. Mirte hangt weer bovenaan de trap hier. Maar, ik weet niet of je het kan zien. Want ik film even met één hand. Om Mirte ook. De bediening ligt daar op de trap. Want die is daar uit het gaatje geschoten. Ja, ik kan het nu niet even laten zien. En Matthijs is bij voetbal. Lekker handig. Maar een goede vriend van ons woont hier in de straat. Die gaat even helpen. Want ik krijg het met het krukje. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Hé, Meert? Nee, we krijgen het niet voor elkaar. Zo. Dus Bart komt als het goed is even helpen. Ja. Zo lekker handig. Hè? Echt precies gewoon. Ik weet niet of je het kan zien. Er zit een klein gaatje. Dan zou ik even een pijltje naar zetten. En daar hoort dus
die bediening in. Nou, de lift is soort van gemaakt. Een vriend van ons is dus even langs geweest. Die heeft even gekeken. We hebben eerst samen met z'n tweeën Myrthe soort van opgetild. Hij tilde Myrthe op. Ik kon zo de lussen eruit halen. Of de lussen eraf halen. En zo kon ik Myrthe, Myrthe eruit tillen als het ware. Met zakken en al in bed leggen. Toen heeft hij gekeken naar die plug. En daar zitten soort palletjes in. Er zitten twee of één van die palletjes, zat dus wat scheef. Dus we hebben nu een beetje rechts hebben de sleutel en erin gestoken. En nou gaat hij weer. Dus hij doet het voor nu, maar we gaan denk ik wel van de week even bellen. Dus dat er toch iets niet helemaal goed is gegaan, denk ik, van de week. Het is nu al 9 uur 's avonds en Myrthe zit nu pas aan het drinken. Een beetje jammer, maar ja, is niet anders. Dus dat. Afgelopen vrijdag en gisteren, zaterdag, ben ik naar een beurs gegaan met mijn bedrijf. Dat waren de Vanne-dagen, ook van een magazine wat daar boven staat, waar Kian op staat. En daar heb ik met mijn bedrijf op een stand gestaan. Het was zo tof en zo leuk om allemaal nieuwe mensen te ontmoeten. Maar ook hele lieve, leuke mensen te ontmoeten die ook waarschijnlijk nu naar deze vlog kijken. En ja, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie ook eventjes gedag kwamen zeggen. En het is zo leuk en zo mooi om te horen dat jullie ook zoveel kracht uit onze vlogs halen. Dat jullie zo interessant vinden. En ook zo fan zijn van Myrthe. En ja, dat doet ons ontzettend goed en heel leuk om dat even te lezen en te zien. En dan wil ik jullie bedanken. En ik heb even de volgende beelden gemaakt op de beurs, zodat je even ziet hoe de stand eruit zag. Nou, ik zit dus op de beurs. Hierachter is mijn standje. Wij zitten even, en Shireen is ook gezellig mee. Gisteren waren we hier ook al, precies. We hebben net, we zijn lekker met een frietje bezig. En nou, hier hangen al onze shirts, wat ik straks even doen. Maar het is lekker druk. Ik dacht even heel kort, even kort een vlogje met mijn mobiele telefoon. Nou, en dit is dus mijn kraam. Kijk, is je leuk? Ik begin nu kort dat met hoodies verkopen. Ik ga trouwens ook al Mickey voor al bestellen. Allemaal hoodies met alle quotes, allemaal naar wens erop te zetten. En onze hele toffe banner. En al onze shells. Leuk! En jij werkt op PGB? Ja, ik zoek ook nog. Dit was alweer de vlog. Het uploadschema loopt even deze periode een beetje anders. Maar goed, soms gebeurt dat gewoon even. Heb je even tijd een beetje voor jezelf nodig. Hoop toch dat je het een leuke vlog vond. Wil je toch onze vlogs blijven volgen? Zou het heel tof vinden. Druk dan even, abonneer dan op ons kanaal. Geef even een duimpje. En nou ja, spreek vanzelf natuurlijk allemaal. En wens jullie nog een hele fijne week. Doei doei!